Het is 18 juni en dat betekent maar één ding. Vandaag is de kick-off van Heel Heerlijk Graaft. We beginnen deze dag bij De Vondst met de opening van de expositie De Ontdekking van Corio Vallum. En daarna is er nog van alles te doen in De Vondst, het Emmy Museum, maar we gaan ook de eerste twee putten graven. Kijk je mee? Dames en heren, het is een project waarin we zelf gaan graven. Maar als je gaat graven, dan moet je ook van tevoren een beetje weten wat je gaat doen. Alles rondom die grenzen gebeurde heel lang geleden. Jullie gaan helpen met het onderzoek, hè? Maar dat zegt ons ook iets over het heden en over de toekomst. Dus ik kijk echt vol spanning uit naar wat jullie allemaal gaan ontdekken. En het is gewoon heel fijn om met de mensen te enthousiasmeren en om met de mensen aan archeologie te doen. En dat gewoon uit die ivoren toren te halen en echt gewoon met de mensen met de voeten in de klei staan. Ja, gewoon het feit dat we op een Romeinse stad wonen, hè, dat is al heel erg uniek. Het feit dat we heel veel zaken kunnen aantreffen in de bodem zou wel een trigger moeten zijn. Hè, toch wel een beetje dat gevoel van we gaan echt iets vinden. En zelf ook bijdragen aan de kennis over Romeins Heerlen. Dus iedereen kan door een scherfje te vinden een bijdrage leveren aan het verhaal van Heerlen. Nou ja, we zijn hier op zoek vanaf vandaag naar de Romeinse geschiedenis van onze stad, die hier vlak onder onze voeten ligt. En op die manier proberen we meer te weten te komen over de geschiedenis van Heerlen. En bouwen we samen aan het gezamenlijke verhaal van deze stad. En nou ja, dat mag wat mij betreft wel bloed, zweet en tranen kosten. Ja, dat was de kick-off. Maar hier houdt het niet bij op, want de komende maanden is genoeg te doen. Je kunt zelf een kijkje nemen bij de expositie van De Vondst, een lezing volgen over metaaldetectie of een workshop volgen over hoe word ik archeoloog. Van alles te beleven dus voor jong en oud, niet alleen bij De Vondst, maar ook bij het Temmy Museum. Hou vooral de website in de gaten, heerlen.nl/heelheerlegraaft. Daar staat het hele programma op, met natuurlijk op 9 en 10 september de grote graafdagen. Zorg dat je erbij bent. Dan gaan we dus graven in de tuinen en daarvoor zoeken we nog tuintjes. Kijk op de website hoe je kunt deelnemen. Wees gerust, alles wordt netjes teruggezet en de archeologen weten precies wat ze aan het doen zijn. Dus we hopen je graag terug te zien hier in het Romeinse Heerlen.